Hallo allemaal. Hallo allemaal. Wij zijn... Deborah. En Chantal. In Parijs. Stelletje robotten. Oké, nou, we gaan even... Een stukje lopen. Een stukje lopen. In het schattigste parkje van Parijs. Ja, en waar is dit parkje? Het is de Square Gardet in het 11e arrondissement. In onze buurt. Juist, in ons buurtje. Wie ben jij eigenlijk? Ja, ik ben Deborah. En ik ben Chantal. En Deborah, ik woon in Parijs, alweer 5 jaar. En dit is mijn buurt, de 11e. En jouw buurt ook. Ja. En ik woon hier al 22 jaar. Ja. Ja. Mijn 5 jaar niks vergeleken met jou, hoor. 22 jaar. Ja. Mag ik even een opmerking maken? Deborah staat op hakken. En ik sta op sportschoenen. Kun je dat zien? Wacht. Ja, dat hebben ze nu gezien. Normaal is Chantal ook heel groot. Ja, wij zijn net zo lang. Hoe lang ben jij? 1,74. Ja, ik ben 1,76. Ja, 1,77. Ja. Langer. Daarom heb ik hakken aangedaan. Ja, daarom heeft ze hakken aangedaan. Oké. Oniva, we gaan een stukje lopen. Dus Deborah woont... We gaan die kant op. Deborah woont hier 5 jaar. Ik woon hier 22 jaar. En we kennen elkaar. Dat is natuurlijk leuk om te zeggen. Uit Papendrecht. Pape City. Waar ligt dat? Papendrecht. Het is heel bekend. Oh ja? Er komen heel veel beroemdheden vandaan. Nee joh, dan zeggen ze toch altijd... Oh, dat is dat dorp waar al die mensen sporten. Oh ja, Papendal. Nee, dat is Papendal. Oké. Nee, maar de moeder van de Hadid-zusjes komt er vandaan. Jolanda Hadid. Volgens mij de vrouw van Julio Iglesias. Nou, maar ik bedoel maar. Nee, jongens. Nee. Ze is Hadid. Ze was getrouwd met Hadid. Ja, maar zij komt uit Papendrecht. Ja, nee, dat weet ik. Ze komt uit Papendrecht. Nou, dat bedoel ik. Dus daar is Papendrecht natuurlijk super... Dus om Gigi en Bella Hadid. Wel, ja. Nou, ik denk dat het beroemder is omdat wij er vandaan komen. En omdat wij er vandaan komen. Ja. En onze moeders wonen er. En daarom... Maken wij deze... Vlog. Oh, voor onze moeders in Papendrecht. Dag mam. Hi mam. Dag moeders. Maar dan moeten onze moeders dan ook even zo'n meeting doen elke week. Dat zou leuk zijn. Ja. Laat ze Papendrecht zien. Ja. Maar goed, wat is eigenlijk het grappigste? Dat moeten we wel vertellen. Hoe wij elkaar ontmoet hebben hier in Parijs. Nou, ik zag jou lopen op de Avenue de la République. En ik dacht, die ken ik. Maar ik wist het niet zeker. En het is ook allemaal vastgelegd, want jij was aan het filmen. Ja. En ik liep eerst nog een stukje door. En toen bleef ik stilstaan. Toen dacht ik, ja, maar volgens mij komt zij uit Papendrecht. Ja. En toen liep ik weer een stukje verder. Toen dacht ik, wat is Chantal? Dus ik sprak jou aan en jij was een soort perplex. Jij herkende mij totaal niet. Nee. Die dame met dat rode haar. Jij dacht echt, wie is dat dan weer? En wat moet ze van me? Ja. En toen bleek dat we toch wel heel veel, dat we elkaar toch wel kenden van het verleden. Uit de PKC. Ja. Uit de Papendrechtse korfbalclub. Uit de Papendrechtse korfbal. Maar dan de disco daarvan. Ja. Dus zo kenden we. En jij kende mijn moeder en de winkel van mijn moeder. Ja, de winkel van jouw moeder was wel heel beroemd. En de jurk. En de jurk van Mathilde Willink, die altijd in de etalage. Ja. Ik weet niet of we daar even een plaatje van doen of niet later. Maar goed, zo kennen we elkaar. Dat is voor een latere aflevering. Dus zo kennen we elkaar. Maar goed. Atelier de Lumière. Atelier de Lumière. Even laten zien, want het is wel de hotspot nu geworden van Parijs. Van onze buurt, ja. Ja, dus later, dit was een beetje buiten onze planning. Maar dit is dus Atelier de Lumière. Ja. Dit stond niet in ons script. Nee. Maar het is wel leuk om te laten zien. En het is wel heel mooi, vind ik. Ja, en heeft een Nederlands tintje. Ja. Ja, want... Ja. Heb jij het ook niet gezien? Nee. Ik ook niet. Ik heb alleen Klimt en Honderdwassen gezien. Ik heb ook Klimt en Honderdwassen gezien. En dat was eigenlijk. We zijn in Nederland, hebben we van God nog niet gezien. Nee, maar laten we even kijken. Dus dit is de hotspot in Parijs. Atelier de Lumière. Moet je zien als je hier binnenkort komt. Het is hier ook altijd druk. Ja, je moet ook van tevoren boeken. Ja, dus ga online. Dan kan je gewoon doorlopen en anders sta je soms lang in de rij. Nee, maar je kan ook geen kaartjes aan de dinges kopen. Je moet, is het zo? Nee, je moet echt van tevoren een kaartje. Dus op dit moment is er Van Gogh. Nederlands. Ja. En Atelier de Lumière, Rue Saint-Maur. Daar ging de Rue Saint-Maur. En daar
wonen bij. Nee, ja. Ik woon eind van de straat. Oh ja, want dat is leuk om te zeggen. We kwamen elkaar tegen. En toen bleken we dus ook nog buren te zijn. Ja, we waren dus buurvrouwen. Zij woont net aan de overkant. Eigenlijk. En we komen alle twee uit Papendrecht. Ja. Van Papendrecht naar Parijs. Naar Parijs. Dat is hetzelfde. Ja. Een soort van. Ja. Bijna hetzelfde. Ja, daarom. Ja. Maar heel goed, we gaan nu even met de andere camera filmen. Okay. Nou, Deborah. Ja, waar zijn we dan? Waar zijn we nu? Ruus en Moor zijn we. Met loop maar door. Tegen, ja, dan kan ik gewoon doorlopen. Ja, dan kan je gewoon doorlopen. Ja, we zijn Deborah nog een beetje aan het trainen. Ja, dat is allemaal nieuw voor mij, joh. Ja. Hey, en wat is jouw favoriet? Het is een leuke straat, want het zit vol met barretjes en cafeetjes, supermarkten. Hi! We kunnen zo. Het zit nog een beetje plat. Haar zit een beetje plat. Maar dat maakt niet uit. Jij zegt het. Oh, dit. Mijn favoriete restaurant waar ik nog nooit gegeten. Ik ook niet. Ik heb hier nog nooit gegeten. Maar hoe heet het? Bols. Bols. Eat my balls. Bols? Send more. Start me up. Is dat ook veggie? Choose your balls. Choose your sauce. Oké. Okay. Ja, okay. Paar veggie balls. Nou, dit is een stel, die verkopen hun, of tenminste, die hebben een boerderij. Ja? En verkopen dan hier hun groenten en kaas en eieren en dat soort dingen hier op een winkeltje. Ze hebben echt lekkere dingen. Echt lekker? Nou ja, gewoon heel vers en veel groenten en fruit. Volgens mij is het gewoon afgekeurd van de afslag. Dat, zo zie ik. Het is gewoon afgekeurd van de afslag, Deborah. Dat zijn die misvormde aardappels. Nee, er zitten soms putjes in, maar die gaan. Nee, maar het is echt. Het is wel. Afgekeurd van de afslag. En dan betaal je er €5 voor. Nee, het is niet zo duur. Oh, oké. En het is lokaal, dus net buiten Parijs. En dan, ja, dit is environmentally friendly. Ja, nee, maar dit is logisch, maar. Nee, maar goed. Dus daar moet je dan gaan winkelen op Rue Saint-Maur. Dus dit is Rue Saint-Maur. Ik heb geen idee wat ik film, want ik sta hier nu gewoon blind. Ik heb hier wel eens gegeten bij die Libanese specialist. Oh, de Libanese. En dat is best wel lekker. Maar dat was een Irakees, toch? Oké, nou goed, Rue Saint-Maur. Mijn favoriete cafeetje is een Chantilly. Nou, nu hebben toevallig mijn vrienden, die hebben dus daarboven een appartement gekocht. Ja, die zijn daar nu aan het verven. Die hangen. Stefan! Die hangen nu uit het raam. Welke? De derde. Ja. Die hangen daar nu dus uit het raam. Stef! Sorry! Ja, dat zijn mijn vrienden. Ja, we come up. Oké, perfect. Coming up. Nou, heel leuk. Concierge van het oude pleintje. Nou, laten we eens kijken. Wat een mooie sterke is. Wat een mooie trappengat. Ja. Het is wel heel charmant. Ja, hè? Ja. Eerste verdieping. Ze hebben geen lift. Nee. Nee, daarom. Nou, daar zijn we dan. In een appartement. Boven mijn favoriete café. Boven jouw favoriete café. Ja. En daar zijn Ander en Stef. Joe, met een echte Heineken. Woehoe! Oké. Okay. Wacht, even uit het raam kijken. Prachtig. Oh, het zonnetje is er. Jij moet even snel doorfilmen. Even snel doorfilmen. Oké, dan gaan we weer naar buiten. Doei! 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 Oké, ik ga het trappetje weer naar beneden. Nou, dat was even leuk, toch? Leuk! Mooi appartement. Ja, hè? Kijk, ik heb niet te veel laten zien. Beetje privacy ook. Ja, nee. Ja, een beetje privacy. Maar goed, we gaan de straat weer op. We zijn nog steeds in de Rue Saint-Maur. Ja. Maar dat vind ik zo leuk van Parijs. Als je dan van die grote deuren hebt, ja, dan lijkt het aan de buitenkant niks. Hij valt weer dicht. Maar als je dan naar binnen gaat, dan heb je soms van dit soort hele mooie straatjes met ateliertjes. En
verborgen pleintjes. Nou, laat eens ons zien wat hier is dan. En daar zit dus een hele... Nou, hier zitten allemaal pottenbak, creatieve dingen. Het ziet er heel middeleeuws uit. Ja, ik vind het wel leuk met die lantaartjes. En heb je daar... Is er een tweedehands kledingwinkel? Daar kun je dus ook je kleren naartoe brengen. Ja, dat is een depot. Een depot, ja. Dus kan je kleren brengen. Ik ging er een keer naartoe, ze wilde niks van me hebben. Dat was een beetje beledigd. Ja, maar dat heb ik ook al meegemaakt. Daarom zit Voel ik daar met mijn zak? Nee, moet ik niet. Nee, je moet op Depop gaan. Daar zit ik ook op. En dat verkoopt echt heel goed. Depop. Ik zet de link even onder. Dan kun je ruiken aan mijn oude spullen. Ik voelde me echt afgewezen. Maar goed, ik koop er wel eens wat. Depop. Ze niks van mij. Depop. En dan ga je daar... Ik zet de link eronder en dan kunnen mensen snuffelen in mijn oude kleren. Dat ga ik ook even doen dan. Nee, maar... Kijk, dus hier kan je dan je spullen. Maar ik dus gewoon dit is de depot. Ja, het werd afgewezen. Dus dat ik daar zei, nee, dat moet ik allemaal niet. Maar ja, ik heb dat ook al bij Bobby Vintage of zo. Ik vind nooit wat voor mij. En moet je kijken naar die stijl. Nou, dat bedoel ik. Nou, dit is... toch niks mis mee. Ik snap het ook niet. Maar... Nee, ik ook niet. Ik werd echt een beetje... Maar ze vroegen natuurlijk ook dat verfpotje van je haar erbij. Ja, en dat is gewoon au naturel natuurlijk. Dus ik zei nee, no. Nee, maar je hebt rood haar. Zo rood. Dat weet ik. Echt of niet? Ja, nee, dat is niet helemaal... Hebben we nou weer geheimprijs? Nou, schoonheidsgeheim hier meteen. Sorry. Maar nee, hier dus... Ja. Kan je wel hele leuke kleren kopen. Dus twee verdiepingen. Ja. Voor mannen hebben ze niet zoveel. Nee, laat ik even hier weer helpen. Ik heb wel gekeken. Niet zoveel, hoor. Ik ga niet binnen filmen. Nee, maar het is wel echt, ze hebben echt wel leuke dingen. Ik vind dat leuk. Leuke graffiti. Ja. En je kan nooit via de achterkant eruit. Dat vind ik ook heel irritant. Want ik wil altijd afsnijden. Nee, heel leuk straatje. Leuk straatje. En dit is dus echt wel de moeite waard om er een keer te gaan neuzen, want ze hebben wel mooie dingen. En hoe heet het winkeltje? Moeten we even een kaartje meenemen? Kijken. Oh, hier, ze zitten ook op Instagram en Facebook. Ja, hier. Ik ben die naam even kwijt. La France à l'envers. Ja. Dus je kunt ze ook op Instagram en Facebook vinden, oké. Okay. Zondag en maandag gesloten. Oké, okay, perfect. Nou, dankjewel Deborah voor deze ontzettende leuke... Leuk. Het wordt leuk straatje. Oh, wacht. Oh, wat leuk is dit. Ja? Last chance. Heel leuk. Oh, famous forever. We zijn aan het einde gekomen van onze vlog. Deborah en Chantal in Parijs. Aflevering 1. Het debuut. Like, abonneer. Tot en, snel. Tot snel, tot dag de volgende moeder. Keer. Dag mama. Dag mama en pa. Doei.